Ik vond het gewoon echt heel bijzonder. Dat ik dacht van, en voor mij persoonlijk was het ook gewoon dat ik dacht van, ja, dit is de kant waarvan ik het gevoel heb dat ik iets kan bijdragen, veel energie van krijg. En als het dan op zo'n manier wordt gewaardeerd, dat vind ik dan wel heel, heel bijzonder. Maar de grootste uitdaging was inderdaad gewoon, ik heb als een van de eerste dingen heb ik de studentenvertegenwoordiging gemaild. En gewoon gezegd van, hoe gaan we dit met elkaar aanpakken? Dus hoe gaan we dit doen, zeg maar? En hoe zorgen we ervoor dat we structuur houden? Want ik dacht van, nou ja, eigenlijk had ik nog niet voor, ik dacht het komt gewoon goed, want zo zit ik gewoon in elkaar. Dus ik dacht, we vertrouwen erop, het komt goed. Maar we moeten hierin samen optrekken. En dat is denk ik wel heel belangrijk geweest voor het slagen uiteindelijk. Dus dat de studenten geen studievertraging hebben opgelopen, dat is voor een groot deel gewoon ook aan hen zelf te danken, denk ik. Want we hebben daarin gewoon samen gewoon opgetrokken. Dus gewoon moment 1, hoe zorgen we voor structuur? Wat hebben jullie van mij nodig? We hebben extra Q&A-momenten hebben we ingepland. Ik denk dat het belangrijk is geweest om ze sowieso in de actualiteit in mijn geval ook mee te nemen. Dus om ze die betrokkenheid te geven überhaupt over wat er speelt om ons heen. Dat is denk ik al heel belangrijk, maar ook wat er speelt binnen zo'n blok. Dus ik probeer ze gewoon heel erg, nou, als er iets is, dan probeer ik dat heel erg mee te geven. Met een tikkeltje humor vaak, want dan denk ik van, nou ja, daar denk ik altijd, daar heb ik in ieder geval om gelachen. Ik denk vast ook wel een student. Maar ik probeer ze een beetje een combinatie te maken van de actualiteit, van iets wat ze eigenlijk zouden moeten leren. Om ze ook, ja, je moet ook gewoon, denk ik, het is ook belangrijk dat het leuk blijft. Dus ik denk dat we echt mee kunnen nemen van echt goed naar je onderwijs kijken. Kijken wanneer zet je de juiste werkvorm op het juiste moment in. Dus wanneer zet je een kennisclip in? En dat kan echt prima. Dat is denk ik voor de studenten ook ideaal. Dat hebben ze ook teruggegeven. Dus van, die vinden het echt heel fijn. Want die kennisclips kun je ook later, die zijn super concreet. Kun je later terugkijken nog voor de toets. Zelfs nog als je misschien in de apotheek later werkt. Maar, en wanneer zet je andere werkvormen in? Dus gewoon, wanneer ga je met elkaar? Dus zet je live momenten ook op het juiste moment in. Dus de momenten dat je echt in interactie met elkaar gaat. En combineer dat, zeg maar, met, nou ja, leuke creatieve voorbereidingen. Zoals bijvoorbeeld een documentaire. En ik denk dat je die online moment, zeg maar het feit gewoon dat je deze techniek hebt, dat geeft je denk ik ook al denk ik heel veel nieuwe mogelijkheden.